Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede middag en van harte welkom bij alweer de derde aflevering van Studio Delfzicht. In Studio Delfzicht vanmiddag de vaste bekende rubrieken. Onze eerste rubriek, dat is de hobby van de maand. Daarvoor gingen wij deze keer naar Farmsum. Daar woont de heer Hansen. En wat mensen vandaag de dag allemaal niet voor bijzondere dingen gaan verzamelen. Kijkt u mee? In een kamer in Farmsum, achter een tafel vol rokerswaar. Naast meneer Hansen, een verwoed roker, denk ik. Dat is dan lang geleden, meer dan 30 jaar. Meer dan 30 jaar geleden en we zitten hier werkelijk rondom in de tabak en in de shag en in de sigaretten en in de pijpen. Hoe kan het nou? Was dat een soort afkikmanier om daarmee te beginnen met de verzameling van tabak? Ik ben eigenlijk voor 5 jaar terug er een klein beetje mee begonnen door het zien van een sigarettendoosje. En toen zag ik op een gegeven moment op een rommelmarkt ook een pakje shag. Ik denk, die neem ik erbij. En toen kreeg ik op dat moment er aardigheid aan om met die dingen te beginnen te verzamelen. Op een rommelmarkt, heeft u het pakje hier nog toevallig tussen liggen, het eerste pakje? Nee, daar zal er nog wel tussen liggen, maar welk of dat is, dat weet ik dus helaas niet meer. Maar dat maakt mij ook helemaal niet uit. Alles wat ik te pakken kan krijgen, dat probeer ik dan voor een redelijke prijs in handen te krijgen, maar het is moeilijk. Maar waarom begint iemand zomaar ineens met het verzamelen van allerlei dingen wat te maken heeft met tabak? Ja, of dat met leeftijd te maken heeft, dat weet ik niet. Maar ik zoek meerdere dingen wat met de oudheid te maken heeft. Dat is een oude klok of wat dan ook. Alleen dat moet niet in de papieren gaan kosten. Maar ja, op die manier probeer ik er toch iets van te maken. En zodoende is dit uitgelopen op tabak, sigaretten, pijpen enzovoort. En meneer Hans, u kreeg geen zin om weer een sigaretje op te steken, of een sigaartje? Nee, daar heb ik genoeg van gehad. Ik rookte per dag een pakje shag. Maar dan begon ik 's morgens om 4 uur met mijn werk. En dan was het vaker eerst als men van bed afkwam. Men rolde een sigaretje en men begon te roken. En dan werd het eten klaargemaakt. Zo ging dat vroeger. Dit is dus... Gelukkig ben ik ermee opgehouden, op tijd. Wat hier dus ligt is puur enkel en alleen om na te kijken, maar niet om te gebruiken. Van welke periode spaart u allemaal? Nou, het mooiste is natuurlijk van nog voor de oorlog. Maar dat is heel moeilijk. Ik probeer van alles via Radio Noord, Radio Drenthe. En daardoor kreeg ik contacten tot in de omgeving van Arnhem. Ben ik net over gebeld nog weer. Dat was iemand uit Weel, bij Arnhem in de buurt. Die wou graag iets weten over Turmac sigaretten. En die heb ik helaas ook niet. Maar ik zoek nog steeds 50-50 en Consi. Meerdere malen geprobeerd, maar tot op heden nog niet gelukt. Dat zijn ook merken die er nu allemaal uit zijn. Al lang. Die zijn er al lang niet meer. Maar 50-50 is, dacht ik, al wel uit 1934. Dus het zou heel bijzonder zijn als je die te pakken krijgt. Nu bent u man van de oudheid, zei u net. U spaart van allerlei dingen wat met de oudheid te maken heeft. Heeft u zich ook verdiept in de geschiedenis van de tabak? Nee, daar heb ik me helemaal niet in verdiept. Het is alleen maar verzamelen en nog eens verzamelen. En met die gedachte, ik wil het dus laten zien. En ja, we gaan ook even wat laten zien. U heeft hier op tafel ergens een doosje met snuiftabak staan. Nou, dat is al heel oud, want dat gebruikt men in... Ja, dat is een heel bijzonder doosje. Hij is dus ook helemaal nog vol. En dat kostte toen de tijd 29 cent. 32 cent plus 29 opcenten. En zoals u ziet is die ook nog bijna vol. Het is echte snuiftabak. Ik heb het nooit geprobeerd. Maar het is toch wel een van de dingen waar ik dan wel heel blij mee ben. En mijn oudste pakje die ik heb, die heeft de prijs van 12 centen. Dat is dan wel, zoals wij dat noemen, koud tabak. Maar het is dan bruin tabak. Dat is wel deze. Doublemans BZK. Een grove snede. Ja. En er staat ook zo'n leuk stukje op te lezen, hè? Een leuk stukje op. Dan moet ik wel eerst eens kijken of het beide kanten goed te lezen is. Het beste zware pruimtabak merk BZK. Met een gekroonde moren die aan alle eisen der gezondheidsleer voldoet. Ze veroorzaakt geen blaren in de mond of op de tong. Geeft geen droge keel, maar is steeds een verkwikking voor de verbruiker. Let dus op het merk in de naam van Den
fabrikant en laat u geen namaak in de handen stappen. Dat is tegenwoordig wel wat anders. Staat er heel wat anders op de pakjes sigaretten. En dat is misschien ook wel goed. Dat is bruin tabak. Dan heeft u ook tabak wat je in een pijp moet stoppen. Hè? Ja, ik heb er heel wat tabak wat in de pijp moet. Maar het zijn er dozen vol. Friese heren bij, amateur. Het maakt niet uit. Waar u maar wil zoeken, ik heb het wel. En er liggen hier ook pijpen op tafel waar het in moet? Ja, pijpen, ja, die verzamel ik ook. Ik heb er verscheidene, zoals u ziet, heb ik hier een paar. Er zijn er zelfs een paar bij. Dat is eigenlijk niet voor het roken, misschien ook wel. Maar ik weet het niet wat ik ervan moet zeggen. Of daar een soort met drugs in moet. Dus het is wel iets heel aparts. Dit wordt gebruikt voor het roken van nederwiet of zoiets. Daar word je heel chic high mee met zoiets. Dat hoeft voor mij dus niet meer. Dat hoeft voor u niet. En dan ligt hier nog een hele bijzondere pijp. Ja, en dat is ook wel een heel exclusief ding. Alleen, hij is niet oud en daarom hecht ik voor mezelf er geen waarde aan. Er heeft iemand mij al naar gevraagd en die wou daar dus een klokje voor geven. Ik weet nog niet of ik het doe, maar ik heb dus de mogelijkheid om hem weg te doen. Dan hebben we hier nog een pijp liggen met een dekseltje erop. Er zit weliswaar geen steel aan, maar die kunnen we erbij denken. Die zal nog wel komen. Want ik meende, als ik me dat goed weet te herinneren, dat een boer vroeger, als hij naar Jansen ging, dan kwam er een andere kap op. Of hoe dan ook. Ik heb er nog wel een doos vol liggen. Nou, misschien dat u eerst even over deze wat kunt vertellen. Wat dient dat klepje nou voor? Zo gewisseld worden. Deze pijp, als die naar de een of de andere gaat, geen die hem verwisselen. Dit zijn dan gewoon van hout, maar ik heb er dus ook porseleinen kappen bij. Wat ook een hele traditie met zich mee schijnt te brengen, is het roken van sigaren. Ja, ik heb er een hele verzameling, zoals u ziet. Er is niet één gelijk. Het is allemaal verschillende sigaren. Ik heb er zelfs bij, als je het kunt zien, Nederlandse munt. Ochtendtrekjes. Dat was dan voor de bakker. Als hij dus morgens voordat hij aan het werk ging, dan kon hij nog een kort trekje aan een sigaretje doen. Het was maar een kleine. Nu schijnen sigaren nogal duur te zijn, hè? Dat loopt enorm in prijs uiteen. Ja, ik heb er hier ook wel bij liggen. Van toen de tijd al een gulden en 70 cent. Maar een hele bijzondere sigaar, dat is deze. Er schijnt er, dat dacht ik, niet zoveel te wezen. Hij is apart verpakt. Ik zal eens even kijken. Hij ziet er vrij gewoon uit, moet ik zeggen. Hij ziet er vrij gewoon uit. Voor die Duitsers Weermacht. Steuervrij. Nou, ik vind dat een hele bijzondere sigaar. En hij zit ook apart in een doosje. En hier ben ik dan ook wel bijzonder blij mee. Hoe komt u nou aan zo'n sigaar? Ja, hoe kom ik nou aan die sigaar, dat wil ik dus liever niet vertellen, maar ik heb hem van een hele goede vriend gekregen. Ik mag zijn naam niet noemen. Dat kan men ook wel eens krijgen. Ja, dat kan. We mogen het één keer zeggen, Havana sigaren. Dat zijn hele bijzondere sigaren. En kunt u uitleggen waarom dat nou zo'n bijzondere sigaar is? En waarom dat die zo vreselijk prijzig moet zijn? Zover moet u mij dus maar niet vragen. Ik kan dus alleen maar zeggen dat ik hier nog een doos uit de oorlogsjaren heb. Die is dan ook nog, eigenlijk dacht ik, bijzonder mooi. Maar dat zijn echt nog sigaren uit de oorlogsjaren. Want toen kocht men een hele doos. En de prijs die staat eronder voor 80 centen plus 16 opcenten. Dus dat is echt uit de oorlogsjaren. Uit die oorlogsjaren, meneer Hansen, kon je zomaar geen vrije tabak krijgen, toch? Nee. Als men dan thuis ging men dan tabaksplanten. En de gele bladeren werden dan afgehaald. En men zorgde zelf dat men een tabaksnijmachine kreeg. Ik heb er toen de tijd zelf eentje gemaakt van hout, kan ik me nog herinneren. En daar had ik als snijmes een mesje van een maaibalk aan. Maar ik heb toevallig voor 2 maanden terug een echte tabaksnijmachine, ook door een amateur gemaakt in de oorlogsjaren, gekocht voor een paar cent. Maar dat doet niet de zaak. Ik heb hem helemaal schoongemaakt. De oude tabak zit er zelfs nog in. En dat kunnen we even erbij pakken? Er zit wel wat gewicht in. Dit is dus echt een oude tabaksnijmachine. Dit is ook echt de tabak. Die heb ik er dus niet in gestopt. Maar die tabak is echt uit de oorlogsjaren.
Hier... Misschien in het kort de werking uitleggen van zo'n appel? Jazeker. Hier stond dan iemand achter en die draaide daaraan. Hij stond dus op een paal. Nou, en ik natuurlijk niet aan dit ding, maar zo ging men dus de tabak snijden. En als het en daar dan... uitkomt, is het dan gelijk klaar om gerookt te worden? Ja, dan is het. Men was vroeger al blij dat men tabak had. Ik kan van mijzelf nog herinneren, het klinkt wat gek, maar ik heb ook wel eens vroeger bij de straat gelopen. Dan zocht men zogenaamd peukjes om maar iets te hebben om te roken. Waar men dat instopte, dat deed er ook niet toe. Ik heb nog zo'n oud dingetje waar men dan tabak in deed. Een vloedje om me heen draaide. Maar ja, zoek hem maar eens op. Hij zit er wel tussen. Ja, zo ging dat gewoon. We hebben zo vreselijk veel hier te laten zien dat we moeten snel toch maar weer naar een ander voor verzamelen. Ja, dit vind ik ook heel erg. Maar mogen we het daar nog even over hebben? Want je verzamelt en je kunt tegenwoordig overal alles en nog wat bij sparen. En zo ook vroeger bij de sigaretten. Sigaretten, Turmac sigaretten. Ik wist het niet, maar er was iemand was nog handiger dan ik. Die belde mij op of ik eens wou komen kijken, want hij had ook wat bijzonders. Die was dus ook aan het tabak verzamelen. En toen kwam ik daar, hij zegt, neem alle dubbelen maar mee. En zegt van, ik heb ook wel wat. Maar helaas, hij had niks. En toen zag ik dus deze dingen aan de wand hangen. Hij had wel een beetje tabak, daar gaat het niet om. Maar ik dacht het daar te ruilen. Dan had ik weer nieuwe soorten. Maar jammerlijk genoeg is dat er niet van gekomen. Ik ben mijn dubbele tabak wel kwijtgeraakt. Maar ik ben er eigenlijk geen donder mee opgeschoten. Dat vind ik jammer. Ik kreeg er wel een paar. Maar dit kon je krijgen bij de sigaretten? Ik kreeg men bij Turmac sigaretten, ja. En dit zijn dus wel heel leuke dingen. En ze zijn 60 tot 70 jaar oud. Schitterend. Dat is leuke sparen dan zegeltjes, vind ik eigenlijk. Ja. Vloeitjes, dat hoort ook bij Rokerswaar. Ja, dat is eigenlijk zo. Toevallig zag ik dit ook liggen. En ik kan van mezelf nog herinneren. Die FK, dat ik die toen de tijd kocht. En daar de sigaretten van draaide. Dus deze die zijn over de 30 jaar oud. Sowieso. Toen waren ze er. Toen ik nog rookte. En daarom, ik denk, in één keer las ik die naam FK. Ik denk, hé, die heb ik dus vroeger wel gekocht. Dat is dus voor de check. Maar dat is er gewoon bij. Dat voor de check. Dan nog de kant-en-klare sigaretten. Wat is het oudste pakje wat u heeft? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Dit is dus ook, dacht ik, uit oorlogsjaren. Maar dat zijn dan Egyptische sigaretten. Maar ze zijn dus hier vandaan. Diepenveense tabaksafdeling. Deventer. 20 cent plus 4 opcenten. Er zijn dus in twee kleuren. Zullen er wel meerdere kleuren zijn. En dit is ook een pakje uit de oorlogsjaren. En die kostte ook twee dubbeltjes. En deze, die kan ik me nog herinneren van mezelf uit de rokerstijd. Dat is een pakje vlag. En die kostte toen de tijd 45 cent. Maar verder, nee, wat nou de oudste is, weet ik niet. Ik heb zelf sigaretten liggen. En dat is dan deze. Die zijn dus niet zo oud. Maar het bijzondere daaraan is dat de sigaretten nooit deze prijs hebben gehad. Hier staat dan op van 5,40. Sorry, ik weet dus alleen maar waar ze vandaan komen. En die man die had er verstaan van, die heeft twee grote tabakswinkels. En die zegt, de prijs hebben ze nooit gekost. Dus het was om mij 5,20 of 5,60. Maar 5,40 hebben ze nooit gekost. Bijzonder genoeg in ieder geval voor uw verzameling. Ik wil dit potje nog even naar voren halen. Ja, een kwispe door. Dat moet ik duidelijk zeggen. Ik heb toen voor Radio Noord geprobeerd en toen zei ik van kwispel door. Dacht ik ook. Ja, dat dacht ik ook. En mijn vrouw die werd gebeld en die vroeg, is de naam kwispel door of kwispe door? Dus men krijgt er ook leuke reacties op. Ik vond dat namelijk een hele leuke reactie. En ik ben gaan zoeken in een woordenboek en het is inderdaad kwispe door. Ja, en die spuwen in vanaf de stoelzitting in heel klein gaatje. Ja. De echten die konden dan over de tafel, hè. Ja. Meneer Hansen, wat heeft u nog nodig? Wat kunnen de mensen die dit nu zien nog aan u kwijt? Ik heb het al verteld. 50-50, consie. Dat zijn eigenlijk dingen die ik heel graag in mijn bezit wil hebben.